Het is nog heel vroeg. In ieder geval, dat vind ik. Het is 7:15. Casper is net in de schoolbus gelopen. En ik doe ook even een ochtendwandelingetje. Het wordt vandaag wel heel mooi weer. Zo tegen de 30 graden. Maar nu is het nog fris. Het is een beetje heijig. En je hoort al de tractor van de eerste boer. Dus we beginnen even met een ochtendwandeling. Gaan we daarna aan de slag. Kijk, daar gaat de bus van Casper. Worden geroepen door de schapen. Ik heb net eten gekregen. De boer s'morgens vroeg altijd even langs. En die komt dan eten in de bakken gooien, de schaapjes. Gisteren was even een rustdag. Ik was daarvoor bezig geweest om de binnenmuur allemaal te plaatsen. En ik heb even flink doorgetrokken om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is ook belangrijk om tussendoor even gewoon niks te doen. In ieder geval niet aan de verbouwing. Ik krijg wel eens een reactie van mensen van, hoe kan je nou rustig zitten als je weet dat er dan zo'n groot project staat te wachten? Of hoe kan je gewoon een dag niks doen aan de verbouwing in rust, terwijl je weet dat er nog zoveel te doen staat? Kijk trouwens even hier. Hier is het echt nog behoorlijk heilig. Ik denk dat daar een hele belangrijke truc aan ten grondslag ligt. En die klinkt misschien heel voor de hand liggend. Maar misschien is die wel helemaal niet zo voor de hand liggend. Dat weet ik eigenlijk niet. Want de truc is om zo'n project als dit op te delen in kleine stukjes. In mijn vorige leven als projectleider, ja, dan doe je dat natuurlijk ook samen met het team. Dan deel je alles op in stukjes. Je verdeelt de verantwoordelijkheden, dan ga je aan de slag en per deelstukje hou je in de gaten wat de voortgang is natuurlijk. En hetzelfde doe ik hier ook, alleen het stukje van het verdelen van de verantwoordelijkheden, dat wil nog wel eens binnenschieten. Dat ben ik meestal zelf. Goedemorgen. Ik ben alleen maar bezig met mooie beelden schieten. Ik vergeet helemaal mijn verhaal te vertellen. Maar goed, waar was ik gebleven?
gaat om stukjes hakken. Kleine overzichtelijke stukjes. En ik moet je eerlijk zeggen dat het maken van deze video's daarbij helpt. Omdat dat natuurlijk ook mij verplicht om stukken samen te nemen waar dan een leuke video over te maken is. Dus zo merk ik wel dat het maken van deze video's en het bouwen, dat het hand in hand gaat. En dat het me ook wel helpt eigenlijk. Ja, helpt mij. Koeien die leveren commentaar. Maar sowieso dus in stukjes hakken. Maar ik neem me gewoon steeds voor. Nou, ik wil nu de binnenmuren plaatsen. En als je dan de binnenmuur hebt geplaatst, ja, dan is dat stuk klaar. Hey. Goedemorgen. Oh, hier zijn een paar kleine kalfjes bij. Ik zie, hier zijn allemaal. Iedereen staat zich te wassen. Kom je eens kijken. Teruglopen. Daarna ga ik Beem in de school brengen. Kijk, voorlopig, de komende jaren, ben ik nog niet klaar hier. Maar het voelt niet alsof ik niet klaar ben. Het voelt niet alsof ik een immense klus te klaren heb of zo. Nee, het is gewoon, mijn leven. Dit is wat ik doe. Ik heb het al een keer eerder genoemd. Dat de verbouwing een soort reis is, maar dat klinkt altijd zo cliché. Maar uiteindelijk is dat het wel. Maar door die verbouwing niet te zien als een lode last op mijn schouders, die af moet zijn voor een bepaalde datum, want dan komen de gasten. Hè? Zoals het altijd bij ik vertrek gaat. En ja, dat moet ook wel, want bij hun is het inkomen gekoppeld aan de verbouwing. En zo hebben wij het niet geregeld voor onszelf. Want we hebben gewoon ons eigen werk en dat loopt door. Dus dit is wat ik doe. En hoe langer dat het duurt, hoe langer ik ervan kan genieten. Maar kijk, op zo'n manier kan een project wel 20 jaar duren en dat is ook niet de bedoeling. Dus ik voel echt wel een natuurlijke neiging om de vaart erachter te zetten. En om door te gaan. Maar de combinatie van dit is wat ik doe de komende tijd. Het is een reis, we genieten ervan. En het project in kleine stukjes breken. De binnenwandjes plaatsen. Een binnenmuur bouwen. De klok slaat. Het is 8 uur. Maar die combinatie, alleen op die manier kan ik het in ieder geval volhouden. En sterker nog, is het niet een kwestie van volhouden. Maar is het gewoon tof om te doen. En kun je ervan genieten. Althans, dat zeg ik nu. Nu is het in ieder geval zo. En dat is fijn. En ik kan je ondertussen kun je gewoon ochtendwandelingetjes maken zoals deze. In een omgeving zoals deze. Nou, dat is toch super. Ja, ik ga weer richting huis. Gisteren is Pascalle aangekomen. Een vriendin van ons uit Nederland. Een echte klussert, die zal vaker komen helpen. Wij gaan samen aan de slag vandaag en morgen. Om de scheidingswand helemaal door te trekken tot aan het dak. Dat het huisje wat we aan het bouwen zijn echt gescheiden is van de schuur. Dus over projectjes gesproken. Het eerstvolgende kleine projectje is het afmaken van de scheidingswand. Zodat de stal, het huisje, volledig gescheiden is van de schuur. Ik ben er bijna. Dan breng ik eerst Benjamin even naar school. En dan gaan we aan de slag. Zo, we zijn er weer. De
werkkleding, kunnen gaan beginnen. Kijk, dit hier is de grote poort van de schuur. Dus ons huis bestaat uit 3 delen, eigenlijk 4. Het huisgedeelte, de schuur, de voormalige stal en de hangar. We zijn nu in de stal bezig. Ja, ik noem dat nog steeds stal, maar eigenlijk is het natuurlijk ook gewoon een huis. Hier zijn we achter de poort van de schuur. We zijn nu in de schuur. Hier is het dak wel dicht, maar niet geïsoleerd. Hier is het huisje. En dit is de muur die ertussen staat. Die de schuur van de stal scheidt. Maar die muur, ja, die kwam er tot zo hoog. En om nu op de eerste verdieping te zorgen dat de stal gescheiden is van de schuur, heb ik daar de scheidingswand gebouwd. Die zie je hier. Dus dit hier, van OSB, is de scheidingswand. Maar die scheidingswand die loopt nog niet helemaal door tot boven. Want op de vliering is die nog open. Dus op de vliering kijk je nog gewoon in de schuur. Loop maar eens mee. Dat zal ik net eens even laten zien. Kijk, en achter mij zie je het al. Hier is het nog open. En kijk je dus de schuur in. Dit moet dicht. Nou, dit is typisch een klus, die wil je niet in je eentje doen. Want ik vermoed zo, ik weet niet precies hoe we het gaan doen. Maar ik ben blij dat de scanner er is. Ik hoor het al aankomen. Want waarschijnlijk moet er één iemand op de ladder aan de andere kant gaan staan. Met platen naar boven. Vastschroeven. Het vastschroeven moet sowieso vanaf de andere kant gebeuren. Hey, dit is niet echt een klusje om in je eentje te doen. En ik heb er ook een tijd tegenaan zitten hikken. Maar nu dat ik hulp heb, gaan we dat eens even fixen. Ja. Ook goedemorgen. Ook goedemorgen. Ben je klaar voor de klus? Helemaal. Ik sta nu aan de andere kant. Ik sta hier in de schuur. Op een trappetje. Hier moeten dus platen opkomen. Er is een enorm gepriegel om die platen dus achter de houtconstructie van het dak te krijgen. Hier moet dan een plaat komen. Die is Pascal nou op maat aan het zagen. Hier zit er weer net een beugeltje. Dus ja, die moet er natuurlijk weer uitgehaald worden. Dus er was een reden dat ik opzag tegen deze klus. Oké, nou weer waarom. Maar gelukkig hebben we Pascal, hè? Die even het hoekje eruit gaat halen. Oké, zeg even iets in de camera, ja? Ja. Het is een hoop gepriegel om de platen dus tussen de scheidingswand en de houtconstructie van het dak te krijgen. We hadden nu een mooie hele plaat bedacht, maar die krijg je er echt anders, die krijg je niet tussen. Dus die hele plaat die moet nu door de midden en die gaan we nu in 2 delen plaatsen. Wat is het? Waarom ben je niet aan het werk? Krijg niet genoeg betaald. Ik ga even helpen. Ik weet niet wat het is met die zwaartekracht tegenwoordig, maar...
coming. I am home. Yes. Oh. Ja, van een stang aan yoga. Nou, we zijn al een heel eind. Huh? Ik heb het tegen de kijkers thuis. Oh! Het zit er een heel eind dicht. Hier is het nog een beetje open. Maar de rest is al behoorlijk dicht op wat kleine hoekjes en dingetjes na. Je ziet ook wel dat daar boven komt nog wat, schijnt er nog wat licht. Maar dat is voor morgen, hè? Anders hebben we morgen niks te doen. Hier is dus een behoorlijke wand zo, helemaal naar boven. En ik kan je vertellen, het is niet heel handig werken zo. Dus ik ben steeds door dat gat daar naar de andere kant, naar deze kant geklommen, op deze ladder. Alleen nu is er één probleem. De ladder staat aan deze kant. Het gat wat hier zat is nou dicht. Dus ik kan niet meer zo terug. Dus nou moet ik via de nooduitgang. Ik heb daar een steigertje neergezet. Met een huishoudtrappetje. Dus ik ga proberen daar naar beneden te komen. Nou, dan moet ik dus even van hier naar daar, naar daar, naar het trappetje wat eronder staat op de grond. Onze lening Harry. Ja. Zijn we veilig beneden? Nou, hoogte, hè? Morgen meer? Yep. Ben je er klaar mee? Ja. Nee, het is klaar gewoon. Oh, het is klaar. Marloes heeft de ramen geverfd. Nou, dat is kozijn mag ik ook. Oh, sorry, de kozijnen, ja. Kom maar eens kijken van deze kant. Want zo kan je het. Pas op, hè, want het is allemaal nat. Zal ik even omlopen? Loop jij eens even om. Gezondheid! Dank u! Oh, wauw. Ik heb het mooi, een beetje dichtduwen, hè? Blue-gray. Dit is echt een beetje zo'n... Ja. Mooi kleurtje, hoor. Ik zet hier de architect ook wel met die kleuren die ze hier allemaal bij de wijn, bij die wijnstadjes hebben. Ze allemaal kleurcodes van wat je daar niet mag doen. Dan zie je heel van dat soort grijsblauw, grijs groen. Ja? Ja, is de basis tevreden? De basis tevreden. Ja? Mooi kleurtje, hoor. Morgen verder, ja? Ja, goed idee. Iemand zei wel, die trapverf erop had, die zei het is net schuurpapier. Ja, dat vind ik dan eigenlijk ook niet zo. Hallo. Ik zet even de twee laatste schroefjes vast. Gaan we daarna lunchen. Is goed. Midi. Zit al aardig dicht, hè? Echt wel. Als je nou zo'n schroefje uitvallen, kun je die nog even aangeven? Krapjas. Midi! Zo. Nou, het moment is daar. De boel zit dicht. Kijk aan.
Het zijn de kleine kiertjes die nog moeten, maar die tellen we gewoon niet mee. Wat jij? Kijk, goed gedaan. Siesta. Siesta, ja. Het einde zit erop, het is mooi geweest. Kijk, mooi wandje. Ik zal hem zo even vanaf de andere kant laten zien. Hij is nog wel enkelwandig. Maar straks gaat hier gewoon de isolatie tussen. En dan vanaf deze kant er tegenaan. Maar dat kan ik alleen doen. Maar dit was echt... dit was alleen niet te doen. Teamwork. Teamwork. Dus we hebben het voor elkaar. Ik zal nog even de andere kant laten zien. Zo, we zijn weer in de schuur. En hier is het helemaal dicht. Dus we hebben hier echt een mega wand van de OSB. Helemaal tot aan de nok, zo. Alles dicht. We hebben het gehad. We gaan lekker drinken. Siesta houden. Lekker douchen. Afkoelen. We zijn er klaar mee. Helemaal. Ik weet nog niet waar de volgende aflevering over gaat. Maar dat bewaren we voor de volgende aflevering. Dus ik zeg tot de volgende keer. Doei. Doei. Oh ja. Au revoir.